Voor de Ajax-vrouwen zit de voorbereiding er bijna op. Vrijdag begint de competitie met de topper tegen FC Twente. Deze week werd ook de elftalfoto genomen. Voor één speelster was er sprake van een bijzonder jubileum. Ja, dat is de 20e. Ja. Heb je nog iets speciaals gedaan? Nee, helemaal niks. Behalve, ik moet eigenlijk naar de kapper, want mijn haar is te lang. Smile, Betsy. Na het poseren was het even later met het oog op het duel van vrijdag weer tijd voor actie. Net als vorig seizoen trainen de Ajax-vrouwen veel op techniek onder leiding van Simon Tamata. Vandaag was mijn eerste training met hen en nou, ze maken echt stappen. Ze hebben hun huiswerk goed gedaan. Dit tot tevredenheid van Ed Engelkes. De trainer kijkt tevreden terug op de voorbereiding. Natuurlijk voor wat het waard is. Uiteindelijk is vrijdag het belangrijkste en dat zijn de meetmomenten waar het om gaat. Dan speel je ook gelijk tegen de kampioen van verleden jaar. Dus ja, dat is eigenlijk echt het meetmoment. Het spreekwoord luidt, de eerste klap is een daalde waard. Dat geldt vrijdag helemaal. Ja, dat geldt uiteraard vrijdag helemaal. Vrijdag is het zo dat je Twente treft en een mooie wedstrijd hopelijk. Dat zal niet gemakkelijk worden, voor beide ploegen niet. Het zal voor hun gelden en voor ons ook. Maar goed, we gaan ons uiterste best doen en ik heb het gevoel dat het groepje klaar is, zin heeft en dat is het allerbelangrijkste. Twee speelsters sloten in de eindfase van de voorbereiding nog aan. Jeugdinternational Soraya Verhoeven. Zij begon later vanwege haar deelname aan het EK onder 19. En ook Betsy Hazard kwam later. De Nieuw-Zeelandse international nam onlangs deel aan de Olympische Spelen in Rio. Na een korte vakantie kwam de middenvelder vorige week met hoge verwachtingen aan in Amsterdam. I think I'm energetic, positive player and hopefully I can bring some impact to the team and help us win the league this season. Betsy is een speelster die aan de bal heel vaardig is. Dat is ook de reden dat ze naar Nederland wilde. Ze wilde toch veel meer in onze manier van spelen en ik denk ook dat ze daarin past. I think I'm technically pretty good, but the Dutch seem also very good, so hopefully learn a lot as well. Just do what I do on the field and bring lots of the energy and linking the play and creating lots of goals, I think. So that's going to be my main goal this season. En waar het nu om gaat is dat ze zo snel mogelijk haar stempel gaat drukken op dit elftal. En ja, ze zal ook de tijd moeten krijgen daarin. Want ze heeft natuurlijk een Olympische Spelen gehad. Ze heeft een paar dagen vakantie gehad en sluit nu weer aan. Dat kon gewoon niet anders. We moeten er wel heel houden. Dus we zullen zorgen dat we daar ook rekening mee houden. You also had a team photo. I'm not sure how I look in it, but we'll see. It was this morning team photo and I had the individual one too. Hopefully I look good. But Like in the game. Yeah. Komt-ie. Nu. Blijf kijken. Met Betsy Hazard en de andere nieuwkomers, zoals de Spaanse Ana Romero Moreno, de Belgische Davina Viltjens en Dominique Vugts, lijkt de selectie evenwichtiger dan in het verleden. Nou ja, wat ik tot nu toe gezien heb wel, die voegen iets toe met hun manier van spelen en nemen hun eigen persoonlijkheid mee. Dus ja, ik denk dat we beter in balans zijn dan verleden jaar. Zonder afbreuk te doen aan de spelers die weggegaan zijn, want het waren goede spelers. Maar dit past op de een of andere manier net iets beter. Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Ik denk dat we een betere elftal hebben, denk ik. We moeten nog afwachten met al die aankopen die we gedaan hebben. Het is wel zo dat je op basis van zo'n voorbereiding wel iets kunt aflezen. En we zijn begonnen met een net even iets andere manier van werken weer. En hopelijk gaat zich dat terugbetalen. En ik zie wel in ieder geval aan de meiden dat ze er ongelooflijk veel zin in hebben. En dat is mooi om te zien. Hoe is het met je oren? Goed, waarom? Ze hangen er nog. Zat er niet zo groot. En de oude sluwe vos als Simon Tamata weet als geen ander dat uiteindelijk de aanhouder wint. Met die wijsheid beginnen de Ajax-vrouwen aan het nieuwe seizoen. Met als klapper vrijdagavond op de toekomst de topper tegen landskampioen FC Twente.